dat zo'n aanklager, zo'n speciale aanklager, op deze manier probeert de duimschroeven aan te draaien aan een iets kleiner visje om bij een grotere vis uit te komen. Maar de conclusie kan absoluut niet zijn dat dit betekent dat Donald Trump nu in de problemen is. Nee, tegelijkertijd is dit hele verhaal over eventuele connecties met Rusland en de campagne van Trump, dat blijft maar doorsudderen. In hoeverre beïnvloedt dit nu zijn presidentschap? Je hebt helemaal gelijk, het blijft doorzeuren. Het hangt als een soort zwaard van Damocles boven het hoofd van president Trump. Hij is er uitermate geïrriteerd door. Ik zei net dat hij getwitterd heeft. Hij heeft twee tweetjes uitgestuurd. Wat ik net zei, dat hij zei dat Manafort jaren geleden dit gedaan heeft en niks met hem te maken heeft. Dat was de helft van het tweetje. Toen begon hij te zeggen, waarom is eigenlijk Crooked Hillary en de Democratische Partij niet de focus van dit onderzoek? Met 5 vraagtekens erachteraan.